Goedenavond allemaal. Hier vanuit de versbelevingswinkel van Bijfresh in Lisse wil ik u een mooi concert aanbieden die wij georganiseerd hebben met Marco den Toom, Arjan en Edith Post. Velen van u hebben de heerlijke Marco den Toombox besteld en daar zijn we heel blij mee. En daarom wil ik u ook een smakelijke maaltijd toewensen. Uiteraard kunt u op onze website veel meer heerlijke producten bestellen. Tot slot, Marco, Arjan en Edith, hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking. En Gerwin, bedankt voor uw mooie opname van dit Oranje Concert. Geniet vanavond van deze muzikale maaltijd. Dank u wel.
Dames en heren, van harte welkom ook namens Arena Edith Post hier op dit Oranje Concert vanuit de Nieuwe Kerk in Delft. U heeft al een tweetal programmapunten voorbij horen komen. Eerst iets populairs, toen iets geestelijks en ja, zeker op een dag als deze gaat dat natuurlijk prima samen. We vervolgen het programma met een drietal werken van Georg Friedrich Händel. Eerst een feestelijk allegro en dan twee delen uit de What the Music, die overigens gecomponeerd zijn voor slootvaart, wou ik zeggen, maar een koninklijke rit op de Theems, alweer 300 jaar geleden. En dan zal ik een tweetal orgelsolo's voor u spelen. Eerst de Hollandse Rhapsody van Feike Asma. En ja, daar zitten drie liederen in verwerkt. O, schitterende kleuren. De Zilvervloot en Merk toch hoe sterk. En daarna gaan we naar de Elegie, een heel verstild, meditatief stukje van Archer. En ja, je zou dat eigenlijk het beste kunnen samenvatten als een lied zonder woorden. Ik gebruik daar de Vox Humana van het derde klavier bij de opening. En u zult direct versteld staan van de schoonheid van dit register. Het is een imitatie van de menselijke stem, maar dat is hier wel heel erg goed gelukt. Geniet met mij mee. Thank you.
Ja, na deze heerlijke orgelklanken is het weer tijd voor trompetmuziek. We gaan een medley spelen met bekende thema's uit de beroemde Sound of Music. En eentje verklap ik u alvast, Edelweiss. Dan mag ik weer een tweetal orgelsolo's ten gehoor brengen. En de eerste is gewoon maar een simpel liefdesliedje. Daar hebben we toch allemaal behoefte aan. Gewoon even een knuffel, even een omhelzing. Laurens Verrooijen, die schreef dit stuk. Van origine is het voor piano geschreven, maar ja, u zult horen, op orgel gaat dat ook prachtig. Dan gaan we naar de Engelse componist Albert William Kettleby. En ja, dat is een lievelingsstuk voor mij. Het doet mij op de een of andere manier altijd denken aan mijn jeugd, toen ik een jaar of 10, 11, 12 was. En toen had je natuurlijk geen Koningsdag, toen had je nog Koninginnedag. En ik weet nog dat ik dan altijd vroeg mijn wekker zette, al mijn zooi, al mijn oude speelgoed bij elkaar raapte. En ja, achter op het fietsje ging dat dan richting het centrum van Hilversum, waar ik toen nog woonde. En probeerde je voor een paar gulden je zooi te slijten. En ja, die componist, die Kettleby, die schreef een soortgelijk stuk, muzikaal verklankt. En hij gaat daarvoor met ons mee naar Perzië, op een Perzische markt. En ja, ik neem u graag even mee, want er zit natuurlijk een verhaal achter wat het stuk extra boeiend maakt, als je dat een klein beetje van tevoren weet. We beginnen ergens in de verte, in de woestijn. Je ziet ze aankomen rijden, aankomen sjokken, die kamelen, langzaam dichterbij. Je hoort dat geluid komt dichterbij. En op een gegeven moment, langs de kant van de weg, van de rotsen, zitten een paar zwervers en die zingen die kameelrijders toe: alsjeblieft, geef ons een aalmoes. Wij hebben dorst, wij willen koffie, wij willen latte macchiato. In ieder geval, geef ons iets dat we weer onszelf kunnen opladen met eten of drinken. Al gauw wordt de sfeer anders. De muziek stopt. Een nieuwe sfeer kondigt zich aan, want daar komt de prinses aan. En ja, dat is een hele romantische melodie, een zwierige melodie. In gewaden komt ze aan en ja, iedereen die op die markt aanwezig is, die, die gaat zich wat meer uitsloven. Eerst die goochelaars die daar rechts in het hoekje staan. Al hun trucjes laten ze nog eens even horen, laten ze zien. En aan de andere kant van de markt, daar zitten jongleurs. En nog weer op een andere hoek, daar zitten slangenbezweerders. Die met hun slangen allerlei kunstjes en bezweren en weet ik wat allemaal niet. Ik heb daar zelf niet zoveel verstand van, gelukkig. Hier in Nijkerkerveen doen we daar niet aan. Maar in ieder geval, iedereen slooft zich uit voor die prinses. Die melodie van die prinses komt weer een keer terug. Ze knikt goed, ze vindt het prachtig. Ook die zwervers, die willen natuurlijk nog ook van haar een aalmoes. En dat gaat zo wat heen en weer. Totdat op een gegeven moment die prinses denkt, en nou is het klaar, ik wil weer naar mijn paleis toe. Aju. En die kameelrijders, die hebben ook niet zoveel meer op die markt te zoeken. Dus die gaan dan ook maar weer onverricht ter zake naar huis. En ze beginnen weer op die markt. En langzaam gaan ze die vette, die woestijn weer in. Op een Persische markt, geniet met mij mee. Thank you.
Ja, dan heeft u na die Persische markt nog een medley kunnen horen met vaderlandse liedjes die ik samen met Ariana Edith mocht spelen. Voordat ik afsluit, heel hartelijk dank voor het kijken weer. Fijn dat u er was en interesse heeft getoond in ons werk. Ook fijn dat u, ja, net als altijd weer iets in die collectezak heeft gedaan, die digitale collectezak, want dat is, ja, ons inkomen op het ogenblik. Fijn, hartelijk dank. Abai, ook super dank voor deze uitnodiging dat we dit konden opnemen. En ja, dat je ons gestimuleerd hebt hier in deze Delftse kathedraal wat moois te maken. Dan wil ik nu afsluiten met een eigen fantasie over Psalm 72. De koningspsalm bij uitstek. Geniet ervan en ik wens u nog een bijzonder fijne Koningsdag. En ja, misschien moet ik het tegen sommigen zeggen, goede bekomst.